So, welcome, ladies and gentlemen. We're going to talk about... welkom, dames en heren. Dit is dan een nieuwe uitleg over gratis software dat u voor uw foto's kunt gebruiken, video editing, voor uw vlog, of wilt beeldmateriaal gaan editen voor uw blogwebsite, maar ook in verband met uw blogwebsite natuurlijk de foto's. Hoe werkt dat allemaal? Welke software kan ik gebruiken? Welke kan ik kopen? Gaan we niet over hebben. Wat u gratis kunt gebruiken. En ze zijn allemaal heel professioneel en het ziet er gewoon hartstikke cool uit. Nou, laten we direct naar de foto online editor gaan die u kunt gebruiken voor uw blogpagina's voor de afbeelding te optimaliseren. Dan gaan we naar Google toe. En dan typen we in Photopedia. Daar gaan we even naartoe. Dus als je normaal gesproken op Photopedia zit, dan tik je gewoon in Photopedia. Dat is de eerste, Photopedia. Dat is de eerste die je aanklikt. En dan kom je hierop terecht. Photopedia, je wilt een foto hebben, een vaste formaat voor al uw blogs. Hoe doe je dat? Ga je linksboven. En zeg je nieuw. En dan klik je Facebook Share Image aan. Klik je deze aan, Facebook Share Image, en dan zeg je maak. En de maat is 1200 breed, 630 hoog. Klik je op maak. En hier wil ik natuurlijk een foto in gooien en deze maat die hanteer ik altijd zelf op mijn blog, zowel de uitgelichte afbeelding, maar ook de afbeeldingen tussen mijn tekstvakken. Dus ik wil hier een foto overheen gooien die er precies in past. En dan zoek ik even een foto uit die ik heb gedownload. Zorg ervoor dat je geen copyright foto's hebt, maar wel foto's die je mag gebruiken. Nou, ik heb een fitnessfoto, even als voorbeeld, die gooi ik erin. Die sleep je er eigenlijk naartoe. Dan moet je even wachten. Even kijken. Oh, daar is die. Dan komt er, een of andere manier komt er een witte achtergrond achter. Nou, die kan je in principe weghalen met een delete knop op jouw toetsenbord. Zo. En nou, deze foto, die moet precies hier helemaal erin staan. Dus doen we dan een beetje zo. Zorg dat hij er helemaal in staat. Een tikje omhoog. Dat is gewoon perfect. En zo. Het ziet er hartstikke cool uit. Verder geen teksten en dingetjes erin gooien, dames en heren. Want Google houdt ervan dat u gewoon een afbeelding heeft. Dus bij YouTube is dat anders. Dan kun je teksten ingooien dat YouTube het leest in jouw afbeelding. Maar voor je blogberichten gaat Google alleen maar afbeeldingen indexeren die alleen zonder teksten zijn, zeg maar. Dus geen teksten gaan doen, want dan gaan jouw afbeeldingen niet mee door de nieuwe algoritme van Google. Dus hanteer gewoon heel simpel en snel een mooie foto die bij jouw categorie past, bij jouw blogbericht, jouw focus keyword. En die plaats je dan ook hierin. Dus als je nu de foto opslaat, geef je de foto ook direct een naam. Dat gaan we nu direct even doen. Zo. Linksboven. Exporteren. En dan slaan we op als WebP. Dat is een hele mooie formaat. Dat is beter dan JPG of PNG. WebP is gewoon ook kleiner formaat. Google houdt daarvan. En de foto blijft gewoon mooi scherp. Dus als je hier nu ziet, zie je dan 46 kilobytes. Dat is helemaal perfect. De foto is 1200 breed, 630 hoogte. En als die hier niet op indeling staat bij WebP, dan moet je hem op WebP zetten. En als je hierop klikt, dan zie je de diverse formaten. Dus zorg ervoor dat je hem op WebP hebt. Dat is deze. Geef direct een naam. Dat is eigenlijk de focuswoord van jouw blogbericht. Stel je voor dat ik dan... even kijken hoor. Sixpack. Fitness voor een betere sixpack. Nou, dan de focus keyword is dan de fitness en de sixpack. Maar even als demo voor dit.
6-pack. Die plaats ik hierin. 46 kilobytes is mooi klein. Lijkt lekker zo staan. Hij zou nog een tikje kleiner, want de foto is nog steeds mooi scherp. En zo, 75%. Hier, 22 kilobytes, dames en heren. Dat is super klein, maar kijk hoe mooi de foto nog scherp blijft. En dan klik je op opslaan. Hier staat dan ook bij attach metadata. Dus de informatie die in die foto zat, die wil je niet meenemen. Dus dan, die vink je ook niet aan, die kom je ook nooit aan. Dus laat het gewoon zoals het is. Dan klik je op opslaan. En gaan we naar een folder toe waar je het zelf in wil gooien. Ik gooi het even rommelig even hierin. Sixpack. En dan zie je hier ook staan webp. Dan save ik hem. En dan download je hem. Ik gebruik Google Chrome, dames en heren. Dus als ik links beneden zie je hem dan. Dat hij gedownload is. Dan gaan we even naar die folder toe. Dan gaan we even kijken of hij er überhaupt ook in staat. Hier staat hij bij. 22 kilobytes geeft hij ook aan als je met de muis eroverheen gaat. Even dubbelklik. Kijk wat de kwaliteit is. 22 kilobytes, dames en heren. En deze foto, die gaat dan in jouw uitgelichte afbeelding. Of de afbeelding tussen jouw tekstvakken, zeg maar. Dus deze formaat blijf je continu vasthouden. En dan, ja, dan hoef je nooit meer te klooien met de grootte en de hoogte. Houd zo vast, want dan krijg je ook een mooie beeldweergave op jouw blog. Horizontaal. Je mag zelf beslissen als je in een blogbericht een keer een verticale foto wil doen. Kan natuurlijk ook. Dus dat kunt u allemaal zelf beslissen. Stelt u voor, u heeft twee vakken op een blogbericht naast elkaar. Dus bijvoorbeeld aan de linkerkant een foto van een vrouw of aan de rechterkant een man. Maar zowel kan dat natuurlijk ook een product zijn. Links en rechts een product. En dan ga je een vierkante foto maken. We klikken dit even weg. Een hele coole foto. En nu de volgende vraag. Mensen vragen mij wel eens. Maar Marcel, ik heb een hele mooi product. Of een mooie foto van een mens of een hond. Alleen die achtergrond wil ik er niet op hebben. Ik wil net onder die tekstvak, wil ik die mooie foto hebben. Dan zien ze die hond mooi in beeld. Of die vrouw of die man of het product. Zonder die achtergrond. Hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik dat op een gratis manier doen? Want ik heb geen Photoshop. Nou, dan laat ik je nu zien. Dan gaan we naar de andere website. Dat heet dan van Adobe. Adobe is eigenlijk de maker van Photoshop. Maar deze functie is gratis, dames en heren. Dan gaan we nu naartoe. De background remover van Adobe. Dan gaan we hier weg. Photopedia. En dan kom je op deze site. Adobe Express. Maar hoe kunt u die vinden? Dan gaan we naar Google. Adobe. En dan zeg je dan, daar heb ik al vaker ingetikt, dan zie je dan ook staan. Background remover. Misschien kan het ook met een in het Nederlands achtergrond verwijderen. Misschien even kijken of hij dan dat ook vindt. Ja, gratis achtergrond verwijderen. Dan klik je dan op. Echt heel cool. En dan vraagt hij waarschijnlijk ook om een account aan te maken. Gebruik een e-mailadres die je eigenlijk bijna niet gebruikt. En, want je wilt daar al die informatie niet hebben, zeg maar. Ik gebruik gewoon een simpelweg. Ik heb me al aangemeld. Dan kun je hier dan zien. Dan krijg je hier zo'n rondje. En als je daarop klikt, dan zie je jouw e-mailadres. En als je eenmaal hebt geregistreerd gratis, dan blijft hij elke keer op deze scherm terugkomen. Dan hoef je niet elke keer weer in te loggen. Maar stel je voor, je moet hem inloggen. Schrijf het even op. Je e-mailadres en je wachtwoord. En dan kom je op deze pagina terecht. En dan klik je op foto uploaden. Dan gaat hij naar een andere pagina. En hier kan je de foto naartoe slepen. Of je klikt hierop staan. Je klikt hierop. Blader op apparaat. Op je laptop. Kan je natuurlijk ook doen. Maar het makkelijkste is, dames en heren. Je pakt gewoon de folder van je foto. Zoals deze. Dan pakken we die ene mooie die we op maat hebben gemaakt. Maar ik wil alleen die twee mensen op foto zonder de achtergrond. Dan sleep je de foto van die sixpack. En gooi ik erin. Oh, JPG. Ik moet even weer terug.
Hij ondersteunt geen WebP, zeg maar, om te importeren. Dat is even mijn fout, dames en heren. Photopedia gaan we even snel weer naartoe. Doen we even heel snel. Photopedia. En slaan we op als JPG. Bestand exporteren als JPG. Maakt niet uit hoe groot, dan gaat het even niet om. Sixpack. Fitness. Sla ik hem even op. En dan gaan we weer terug naar mijn folder. En dan de JPG. Dat is de WebP. Leest hij dan niet, helaas. Dus dan doen we dat toch anders. Gooi deze erin. Dat is ongelooflijk, dames en heren. Het is gewoon gratis. En de exacte grootte, de resolutie van de foto blijft hetzelfde. Zoals je ziet, helemaal weg. Wauw. Gewoon hartstikke gaaf. Nou, dan kun je hierop klikken, download. En zorg ervoor, waar gaat die foto naartoe? Dus ik heb vaak bij mijn Google, Chrome rechtsboven, drie stippellijntjes. Er staat hierbij downloads. Waarschijnlijk bij de meeste mensen gaat die daar naartoe, naar die vak, naar die folder van downloads. Tenzij je zelf hebt ingesteld waar die naartoe gaat. En dan kun je gewoon op download klikken. Hartstikke cool. Dan ga ik even weer een andere foto doen. Bijvoorbeeld, u heeft een mooi blog over yoga. Maar je wilt alleen die vrouw wel mooi onder die tekstvak hebben. Zonder die grijze achtergrond of wat voor achtergrond dan ook. Nou, dan heb ik een hele mooie foto. Dat klikken we eerst even aan. Deze. Dan gaan we even kijken hoe dat... Dit is gewoon live opname, dames en heren. Alles kan fout gaan. Deze dame voor de yoga. Die gaan we gebruiken. En die schuif ik hier zo in. Kijken wat hij doet. Echt heel cool. Ik hoop dat het goed gaat. Kijken hoe geweldig. Dus dit systeem weet gewoon precies wat is een mens. Wat is een ondergrond. Wat is een product. Wat is een achtergrond. Dat ziet hij gewoon. Dat is ook waarschijnlijk een soort AI techniek. Maar dit is gratis. Ja, dat is gewoon waanzinnig. Het is gewoon echt heel cool. Oh, deze even weg. Upload foto. Gaan we even weer naartoe. Dan laat ik je toch even dubbel zien. Hoe geweldig dit is. Nou, een foto van mezelf, dames en heren. Zo. En dan is perfect, is die foto helemaal perfect. Gewoon de achtergrond is gewoon verwijderd. Dan klik je op download. Hartstikke cool. Dan gaan we even weer terug. Upload foto. Dan laat ik je nu zien, als je die achtergrond hebt verwijderd, dan ga je in Photopedia, ga je weer de foto weer opslaan als WebP. En WebP zorgt er ook voor, die herkent ook dat er een doorzichtig achtergrond is. Dus hoef je daar geen zorgen over te maken. Dus gaan we deze fotoverwijderaar gaan we erin doen. Dus een foto die je pakt. Zorg ervoor dat er geen licenties op zitten. Zo, dan klikken we op downloaden. Maar even wachten. Even downloaden. Ligt aan de verbinding natuurlijk. Daar is die dan. De afbeelding, ik zie niet dat die gedownload is. Dus ik klik hierop. Downloaden. Dat is soms wel heel raar. Klik hier. Dan gaan we toch even kijken waar die naartoe is. Een beetje irritant dat hij nu niet ergens naar download. Even kijken. Downloads. Die staat hier niet tussen.
Doorgaan met werken? Nee. Maar ik wil die achtergrond wil ik gewoon niet. Bestandtype transparante achtergrond. Download. Normaal gesproken moet hij mij een folder aangeven waar hij naartoe gaat. Dat doet hij nu dus niet. Dat is wel raar. Soms moet je even beeld weer verversen. Ja, wat gratis is, heeft altijd wel eens mankementen. Gaat hij even weer opladen? Yep. Is wel een hele coole foto. Ik wil hem downloaden. Transparante achtergrond download. Normaal gesproken gaat hij naar een folder van mij toe. Waarom hij dat nu niet doet, is mij ook een raadsel. Maar in ieder geval, jullie weten hoe het werkt. Het is gratis, dames en heren. Remover. Je hebt meerdere sites. Als die het niet goed doet, dames en heren, de Adobe, gaan we naar pixelr.com. Is ook een background remover. Nou, kijken. Deze gaan we gebruiken. Pictures. Deze foto gaan we gebruiken. De fitness. Oh, die moesten we waarschijnlijk. Kan je niet slepen. Nou, oké, dan gaan we gewoon even selecteren. Dan doen we gewoon even de yoga. Openen. En deze is ook wel snel, zeg. Opslaan. Dat is goed. Het is er helemaal goed uitgeknipt. Ja, daar kan je dus onder jouw tekstvak gooien. Ik wil weten waar gaat hij naartoe. Wilt u weten waar jouw foto zit? De downloads. Dan ga je naar instellingen. Rechtsboven drie stippellijntjes. Instellingen. De downloadsvak. En die verander je dan, dames en heren. Nog een keer. Heb je hier download staan? Dus eerst rechtsboven ga je naar instellingen. Bij mij staat Engels. Settings. Dus bij uw instellingen. Dan zie je de download aan de linkerkant. En dan wil ik gewoon de folder hebben afbeeldingen. Dan ga je naar links toe. Selecteer je die aan. Meer hoef je niet te doen. Selecteer. En dan is het klaar. Meer hoef je niet te doen. Even verversen. En nu gaan de foto's, zeg maar, die gaan naar de map toe. Dus ga deze ook weer verversen. Doen we even weer een nieuwe foto. Een nieuwe yogafoto. Oh. Oh ja, dan moet je selecteren. Yoga. Openen. Deze is best wel heel snel. Maar je ziet toch dat die Adobe stukken beter is. Je ziet hier dat er nog wat paars achter zit. Dus eigenlijk denk je, oh jammer. Die gaan we dus niet gebruiken, dames en heren. Het moet gewoon een hele goede zijn. Of voor uw blogbericht heeft u toch nooit zulke grote afbeeldingen nodig. Remove.bg, dames en heren. Remove.bg. Een lange foto of afbeeldingen. Nou, drag and drop. Oké. Okay. Even kijken of hij alle soorten formaten herkent.
Nee, alleen JPG of PNG. Oké. Dan gaan we die yoga even weer doen. Deze is ook keigoed, dames en heren. Dus deze grootte is eigenlijk meer dan voldoende voor onder jouw blogvakken, zeg maar, onder jouw tekstvakken, om daar zo'n mooie foto te zetten. En je verhaal er weer onder of erboven. Deze foto is gewoon heel erg cool. Remove.bg is gratis, maar niet de volledige resolutie, helaas. Dus als je echt dezelfde resolutie wilde hebben, download je HD. Moet je credits kopen, dat gaan we niet doen. Even kijken hoe groot de afbeelding is. Oh. Heel scherp is die, zoals je ziet. Deze is wel heel keigoed. Dus hier kun je op download klikken. En deze maat krijg je dan. En in principe is die maat meer dan zat voor jouw blogbericht. Dus waarom zou je dit... Het origineel is dit. Maar het verschil, hè? Dan kun je op edit drukken. Dan kun je zelfs de achtergronden veranderen, als u wilt. Boep. Hoe cool is dat? Of zo? Hartstikke cool. Of zo? Of zo? Deze vind ik best wel cool. Laten we die gaan doen. Ja, dat kan je er wel. Stel je voor dat je wel met een achtergrond wilt, dan zou je deze effecten erin kunnen gooien. Waarom ook niet? Hier, allemaal verschillende effecten. Winter of deze. Echt heel cool. Deze. Ik vind het wel mooi met een beetje groen allemaal. Een beetje natuur. Yoga. Dan klik je op download. Download image. Dus als het goed is, deze foto. Nou, die is meer dan groot dan zat voor je blogbericht. Die moet nu in mijn vak zitten, mijn folder van afbeeldingen. Nou, daar gaan we even naar kijken. Druk even weer op afbeeldingen. Ik heb het goed ingesteld. Dus wat ik net heb uitgelegd, rechtsboven de download folder van jouw afbeeldingen. Dat je die altijd even goed zet. Ik doe even dubbelklik. Het is gewoon hartstikke cool. Dan gaan we even weer terug naar Adobe. Background Remover. Upload. Gaan we nog een keer. Zo. Dus als ik nu waarschijnlijk op download klik, zal die dan in mijn folder zitten. Gaan we toch even kijken. Download. Weer verwachten. Ik denk dat er best wel veel mensen gebruik van maken. Ja, en nu zie je gedownload. En dat heet dan mijnproject.png. Oké. Gaan we kijken of die dan daarin staat. Klik weer op pictures. Afbeelding bij u. Mijn project. Dat is hem. En de originele formaat. Dus als u Adobe gebruikt, heeft u altijd de originele formaat. Hoe cool is dat? Nou, dat is dan hoe het werkt. En dan nog een ander programma, wat u wellicht heel erg cool vindt. Een video-editing programma. Of een screen recorder, dames en heren, voor uw vloggen. Tijdens een vlog wil je je video natuurlijk editen, wil je bewerken. Hoe gaan we dat doen? Kun je dat gratis doen? Ik gebruik nu op dit moment geen gratis programma. Dat is een Movavi. Maar de gratis versie is ook magnifiek hoor. Laat ik je nu even zien welke programma's dat zijn. Dus voor de screen recording gaan we naar deze.
videoproc vlogger. Echt heel cool. Deze kan je gebruiken. Dus videoproc.com. En dan klik je op video editor. Moet je downloaden. En dan gaan we het toch even direct laten zien. Deze is gratis. Maar ik heb nog een ander. Die vind ik zelf een van de beste. Dus u hoeft geen geld te spenderen voor een mooie video. Nou, hoe cool is dat? Dan krijg je dit soort scherm. Ik wil een nieuw project. Hartstikke cool. Dan klik ik op deze plus hier linksboven. Dan ga ik even naar mijn folder toe waar ik al een video neer heb staan. Even kijken. Deze. Open. En dan zit hij erin. Dan schuif je hem naar beneden. En dan zit hij erin. Dat is even een van mijn video's die ik toen die tijd heb opgenomen van de week. Hier kan je dus mee gaan stoeien. Je kan een stuk uitknippen. Deze is vrij simpel. Die heeft niet veel effecten, maar wel wat. Dus als je hier wilt uitknippen, rechtermuisknop, dan zeg je split. Er komt hier een ruimte tussen en hier tussen kan je een effect ingooien. Dus gewoon even een hele korte video over deze. Een effect waar ik best wel cool vind. Dat is een kubus. En hoe lang dat duurt. Dus gaan we het toch even zo doen. Dan gaan we even op play drukken. Even hier naartoe. Zo. Dan zul je zien dat hij in één keer als een kubus gaat draaien. Rup. Nou, hoe cool is dat? Gewoon een cool effect. Daar kun je een beetje mee gaan spelen. Dat is dan een van deze coole manieren om te gaan editen. En een intro, een outro. Je kan diverse dingen doen, zeg maar. Dus als je hier een video hebt, dat is een één lange video, dan wil je natuurlijk een fade in. Dat die van donker naar licht gaat, zeg maar. Of van licht naar donker. En dat noemen wij. Even kijken hoor. De fade in, fade out, maar dat moet voor video zijn. Dus als ik deze audio track apart wil hebben, doe je rechtermuisknop. Dan zeg je detach audio. Dat betekent dat hij dat gescheiden gaat doen. Klik je op. Detach audio. En dan zie je dat die audio van dit stukje wat ik heb gesplit. Gooit hij dat apart. Dat is best wel cool. Je kan er ook een eigen voice over in klikken. Dat is ook wel echt stoer. Stel je voor dat je deze audio niet wil hebben. Dan tik je die weg. Dan druk je op delete van je toetsenbord. Of rechtermuisknop. Kan je natuurlijk ook doen. Rechtermuisknop. En ja, een voice opnemen, nou record, als je hierop zou klikken, dan selecteer je je microfoon. Zie je dat? En dan gaat het bewegen en dan kun je dat een voice-over er weer opdoen van een video die al klaar stond. Maar je wilt het opnieuw inspreken met een andere taal. Nou, dan kun je het zo op deze manier doen. Hoe cool is dat? En dat is even over de video Brock. Aparte naam, PROC. Dus gaan we hieruit. Don't save. En dan gaan we naar een andere. Screen Record. Ook heel gaaf. Screen Record. Dat is een screen recorder. Dus als je daar naartoe gaat, Screen Rec. Dan kan je gewoon, wat ik nu voor u aan het opnemen ben, kun je exact hetzelfde doen. Dan neem je het hele scherm op. En dan typ je een screen rec. Dus beneden in de video komen de linkjes te staan van deze programma's. Screen rec. Geweldig. Gratis, dames en heren. Echt waar. En ik gebruik een betaalbare versie. Waar ik nu mee aan het opnemen ben. Maar dat is niks anders dan kwaliteit. Eigenlijk deze is luxer. Screen rec. Wat je ook kan doen, dat jouw webcam in beeld komt te staan. En jouw webcam, dat cirkeltje, kan je zelfs naar links naar rechts schuiven wanneer je wil. Het is zo cool.
Maar ik heb ze ook een tip gegeven naar de makers dat dat cirkeltje iets groter moest. Dat vond ik een beetje aan de kleine kant. Maar verder, perfect. Full HD opname, 4K, onbeperkt, geen watermerk. Ja, waanzinnig. Echt geweldig. Dus ga naar screenrec.com. Gratis video editor. Of screen recorder. Dus geen video editor, maar screen recorder. En dan het neusje van de zalm. Eigenlijk de makers van TikTok. Ik denk dat heel veel mensen me al kennen, maar dat heet dan CapCut. Niet zo ik het uitspreek. Cap, C-U-T. CapCut. CapCut is wel echt super vet. Even dit uittikken. Zo. Dan gaan we naar CapCut. Heel een mooi programma is dat. Laat ik je nu even zien. Dus gewoon even registreren. Gratis registreren, dames en heren. Oh, dit moet weg. Gewoon gratis registreren. Je krijgt af en toe krijgt een update. Kun je gewoon gratis downloaden. Maar hier kun je zowel voor jouw Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Jouw video's perfect maken, dames en heren. Zelfs audio kan je toevoegen. Ja, en ik ga je nog een keer tips laten zien waar je ook audio's kan weghalen. Gratis. Licentievrije audio. Je hebt ook sites waar je licenties eenmalig koopt. Of per maand ben je lid. Kun je onbeperkt geweldige audio voor je video's ja, in de editor gooien. En dat zijn bepaalde sites voor. Dat kost niet zoveel per maand. En iemand die veel opneemt, die wil gewoon geweldige muziek hebben. Ja, daar zijn hele mooie sites voor. Maar CapCut. Nou, dan wil je natuurlijk ook het programma zien natuurlijk. CapCut. Die heb ik al geïnstalleerd. Ik gebruik mezelf ook. Het is echt geweldig. Zonder echt van te kijken. Heel simpel en easy. Dit is wat je krijgt. Ik heb al een account aangemaakt. Kost niks. Nieuw project. Nieuw project. Klik je op. Dan krijg je direct een hele mooie, mooie scherm. We pakken een willekeurig video. Dan gaan we naar video's toe. Even kijken of ik een video heb. Ja, doen we gewoon even deze even. Hop. Even kijken. Welkom dames en heren. En... ja, dat is even een video die ik ooit heb gemaakt. Maakt niet uit. Gaat even om hoe het werkt. Zo. Soms doet hij wel raar, CapCut. Ik heb er gisteren de update gedaan. Ik weet niet waarom. Zo, dan heb ik even met de screen recorder. Of met screen rec. Nou, dan heb je dan dit voorbeeld opgenomen van je website of welk programma ook. Of je wil een product promoten of tutorials maken. Die videobestand die gooi ik in CapCut. Dan sleep ik gewoon de video hier naartoe. Zodra je dat hebt gedaan, dan selecteer je op het plusje. Dat is mijn ervaring nu. Zorg ervoor dat je op het plusje klikt. En komt hij hier beneden te staan. Want als je hem sleept, een of andere manier, speelt hij bij mij even geen video af. Wel pas als ik op het plusje klik en hij zit erin, dan doet hij het. Als ik nu op play druk, dan doet hij het gewoon. Visuele dingen ook wel. Dus dat is heel erg cool. Ik laat je nu even iets zien. Ik wil even deze splitten. Dit is een van de mooiste programma's, dames en heren. Druk hierop, split. Dan wil ik even een mooie effect er tussendoor hebben. Social media. Ze gaan binnenkort wat meer toevoegen. Het is volledig gratis, dames en heren. Bijvoorbeeld deze. Dat is echt heel cool. Maar hoe ziet dat eruit? Zie je dat? Zo met die hartjes. Dat ging even heel snel. Die gooi ik ertussen. En dan geef ik aan de rechterkant bovenin, geef ik aan hoe lang. We doen maar 2 seconden. Dan gaan we even weer terug. Dan zul je zien een heel cool effect. Ja, te krijgen. Dat hoeft niet meer. Dat is één van...
Scroll je weer. Een hele mooie, gedetailleerde, professionele review van een product. En zo gaat u, zeg maar, continu het cel. Even het geluid uit. Dus als het goed is, gaat nu die effect. Nou, zie je dat? Echt heel cool. Even weer terug. Krijg je deze effect. Echt heel cool. Wil je weer een stukje van de video doen? Dan klip je hierop. Dan heb je ook een soort hele cool effect wat ik zelf heel leuk vind. Dan doe ik even 1,5 seconde. Ja. Dan gaan we weer afspelen. Deze is echt heel cool. Zie je dat? Dan gaat hij over op een ander stuk van de video, zeg maar. Omdat ik hem heb gesplit, zeg maar. Dat kan je dus doen. Begin van de video. Nou, dan kun je dan een soort intro doen. Dat hij van, ja, eigenlijk van donker naar licht wordt geopend, de video. Ziet er allemaal wat visueler wat mooi uit. Dan klik je op de video layer. En dan ga je naar rechtsboven, animatie. En dan heb je hier staan de in. Dus intro. En het einde van de video is natuurlijk de outro. Nou, ik vind deze fade out. Dat kan je doen. Fade out. Fade in. Ja, de fade in doen we. Dus 1 seconde. Ja, misschien 0,5 seconde. Kijk hoor, dat kun je ook met een pijltje doen. Dus als we helemaal terug gaan, dan zie je dat het zwart beeld is. Dan druk je op play. Zie je dat het heel visueel roep. Misschien als je zelf zegt van ik wil even een tikje langer. Gaan we weer terug. Dan zie je dat het toch heel mooi is. En aan het einde van de video, dan ga je weer naar boven. Dan klik je op de out. Outro. Dan wil ik een ander effect hebben. Even kijken wat voor effect. Een zoom in effect. Ja, laten we dat gaan doen. Even kijken hoe lang. Ja, zo. Dan gaan we even weer daar naartoe. Einde van dit stukje video, omdat ik het geknipt heb. Enter. Gewoon play drukken. En dan zie je dat een heel mooi effect. Een zoom effect. En dan gooi ik die transaction effect ernaast. Dat is echt wel cool. Nou, dat is dan een beetje een kleine uitleg. Hij kan nog veel meer. En stel je voor, je wilt een audio hebben. Dan kun je, zeg maar, ga je naar linksboven audio. En dan heb je in CapCut heb je audio fragmenten, dames en heren. Dat is echt wel cool. Heb je nooit problemen mee met de licentie gebeuren? Ik wil bijvoorbeeld een van die audio's hebben. Er zitten best wel een paar coole tussen. Kun je hem eerst afspelen en dan kun je hem downloaden. Dan kun je onderin, onder de video layer, kun je hem dan gooien, zeg maar. Dat is echt heel cool. Maar verder is het een heel mooi programma. Of je hebt je eigen audio. Maar daar gaan we nog een keer een videootje over doen. Waar kan ik mijn gratis audio's weghalen die ik voor mijn video's kan gebruiken? Nou, dit is dan CapCut. Zeg maar, einde van deze video. Sticker. Ja, je kan heel veel leuke dingen erin gooien. Je kan ook bijvoorbeeld deze. Hier zo boven. Oh nee, dan moet ik even Bob. En dan kan je hem groter maken. De groter maken betekent de aantal seconden. Even op play. Weer een pauze. En dan kan je hem natuurlijk kleiner maken. Dus je ziet het niet heel goed. Als je een beetje zo zie je daar zo'n puntje staan. Hop. Dat hij iets kleiner is. Dus als je hem dan weer
afspeelt, krijg je echt een leuk effect in je video. Ja, ga er gewoon lekker mee spelen. Het is gratis. Einde van de video. Kun je natuurlijk een outro doen, ook een effect. Je kan ook tekst doen. Diverse teksten. Een teksttemplate. Best wel cool. Doe gewoon een willekeurig eentje. Kijk hoe het eruit ziet. Dit soort tekst of zo. Wil ik erin gooien? Oh. Tik hem even weer aan. En dan schuif je hem helemaal tot het einde van de video. Zo. Klik je op play. Even kijken hoe dat eruit ziet. En dat ziet er niet heel leuk uit. Dat ziet er niet goed uit. Dat is boven de video. Zo. Einde van de video. Hop. Hop. Weer op play. En dan komt die tekst in beeld van de video. Zup. Tenminste, ik zie nog geen tekst. Of die moet je editen. Kan natuurlijk ook. Ik zie niks. Beats. Plus. Zoals je eentje erin gooit, kan je hem ook wat langer maken. Daar moet je een beetje mee gaan spelen. Zo, even op play drukken. En dan komt die beats in beeld. Dus als er iets niet zou doen, gooi hem gewoon even weg. Dus als je erop klikt, tik, rechtermuisknop, delete. En dat is eigenlijk CapCut. CapCut in het Engels gesproken. Hij kan nog veel mooiere dingen als jij je spraak erin gooit. Je kan namelijk ook een voice-over hier doen. Dus heb je hier een microfoontje. En dan heb je hier recording. Als ik nu op die rode klik, dan gooit hij de recording onder deze, zeg maar. Echt heel cool. Je ziet ook rechtsboven. Volume. Heel erg cool. Dus dat kan je erin gooien. En als die voice er eenmaal in zit, kan je zelfs de voice changer erin gooien. Dus een robot of een zware stem. Of een vrouwelijke stem. Dat kan allemaal, dames en heren. Met CapCut. Nou, dat was eigenlijk een soort impressie. Misschien een wat langere video dan was gepland. Maar dit zijn de gratis software die u kunt gebruiken. Zowel de foto's wat u zag en voor de video. De Screen Rec is voor screen recording. En CapCut is natuurlijk voor jouw video die met de screen recording is opgenomen. Die kun je dan editen, zeg maar. En dat is wel heel cool. Dus CapCut is mijn favoriet. Maar die andere moet je ook zeker even mee gaan spelen. Video Proc. Even voor vlogger, wat ik in de video liet zien. Ook echt de moeite waard. Die is eigenlijk nog een tikje makkelijker. Alleen heeft niet zoveel mogelijkheden als CapCut. Nou, als je zeg maar jouw video klaar is. Dan rechtsboven exporteren. Dan geef je de titel een naam. Een mapje waar je naartoe moet, die video. De resolutie. Stel je voor, jouw video is opgenomen met je laptop. Dus geen 4K display. Maar je wilt die video eigenlijk wel weer een nog hogere resolutie hebben. Zou wel cool zijn. Maar dan vraag je af, ik heb geen 4K scherm. Nou, geen probleem, dames en heren. Dan klik je op de resolutie. Hou er rekenschap mee dat het wel iets langer duurt voor het renderen. Voor het afmaken van je video. Dan klik je gewoon op 4K. Maar ik zou persoonlijk de 2K hanteren nu tegenwoordig voor YouTube. Echt mooie kwaliteit is dat. MP4. En de 50 frames per seconde.
dan krijg je een vloeiende beweging op jouw YouTube kanaal. Sommige mensen houden me op 24 frames per seconde. Je ziet het bijna niet. Maar aan de ene kant ook wel weer. Het is gewoon rustiger voor je ogen. En dan meer hoef je daar niet in te stellen. Maar ik hou persoonlijk gewoon even op. Zoals het is, full HD. En als het mapje is geselecteerd waar de video naartoe moet, geef een naampje. En dan klik je op exporteren. Dat is hartstikke cool. En dan doet hij het gewoon en dan heb je de video op een hele goede formaat. En dan zul je ook zien in YouTube dat de video gewoon super scherp is. Hoe CapCut dat doet, ja, dat is toch de dochterbedrijf of bedrijf van TikTok die deze software heeft gecreëerd. En die weet precies wat voor media en wat voor data er gecreëerd moet worden. En het is ook best wel vrij compact. Ja, het is waanzinnig vet. Dus ga er lekker mee spelen. Een keer een video over hoe kan ik voor TikTok dit maken. Dat kun je allemaal instellen. Dus als jij, ik laat je ook wel eens een keer wat zien, de ratio. Maar dan kun je best met Canva.com, laat ik je ook een keer zien. Daar betaal ik zelf voor. Dan kan je TikTok video's en Instagram heel makkelijk mee maken. En dan edit ik dat met CapCut. Maar stel je voor, deze ratio kun je hier zien. De 1 op de 1, ja, dat is een Instagram. Dus dit is dan, als je op Instagram gooit, speelt hij dit af. En dan kun je hierboven of onder, juist een tekst, uw website, linknaam, uw link. Dat blijft dan continu in beeld. Even snel laten zien. Nou, je kan natuurlijk ook zo doen. Top. Erin gooien. Oh. Kijk waar die is. Deze. Deze kan ik niet veranderen. Ik wil gewoon een normale tekst. Add tekst. Tekst. Dus hier. Hier kun je de tekst doen. En dat is voor Instagram gewoon beter. Dan blijft die weblink van uw site blijft continu in beeld. Zie je? En dan kunnen ze toch nog de video afspelen. En dan blijft het gewoon mooi in beeld. En hierboven kun je het ook neerzetten. En als dit klaar is, als je play drukt, dan zie je ook wel, blijft het gewoon doorgaan. Echt heel cool. Dat doe ik meestal. Dan blijft dit altijd op het oog branden van de mensen die het filmpje kijken. Dat is ook de bedoeling, dat ze die website herkennen. Hé, moet ik even naartoe. Dan rechtsboven exporteren. Nou ja, als je deze Instagram wil exporteren, kijken hoe dat eruit ziet. Resolutie, 1080p. Je ziet ook direct dat het goed staat. Dat is ook mooi van CapCut. Dus als de video begint, is het donker. Omdat we die intro hebben gedaan. De intro en outro. Maar als je hier een plaatje wil doen, dan kan je zeggen, maak maar een plaatje van een gedeelte uit de video. Dat doe je hier. Edit cover. En dan ga je hier met de muis een beetje heen spelen. Bijvoorbeeld deze afbeelding. Nou, die wil ik hebben. Select from video. Pop. Edit. Oh, je kan nog meer dingen erin gooien, dames en heren. Op deze. Maar het ziet er heel lelijk uit. Dat is cancel. Ga daar lekker mee spelen. Dat kan echt heel veel, CapCut. Dat is gratis. Dat was even CapCut. Dames en heren, hartelijk dank natuurlijk voor het kijken van deze video's. Beneden de video's, alle links van de websites die je kan gebruiken. En ja, wellicht tot gauw. Heeft u nog vragen over de aanstaande kant-en-klare blogwebsite? Ja, dat wordt natuurlijk echt heel gaaf. Ik heb weer wat blokken en vakken gemaakt. En daar zult u echt heel blij mee zijn.
Dus u kunt op een gerust hart, kunt u gewoon lekker gaan bloggen, waar u ook bent, met uw eigen laptop. Dus dankjewel voor het kijken en ja, wellicht tot gauw.